Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er trekt behoorlijk veel bewolking over het land en verspreid komen ook nog enkele buien voor. De meeste buien zullen in de loop van de ochtend richting het noordoosten gaan wegtrekken, maar aan het begin van de middag is in het noordoosten nog steeds wel een enkele bui mogelijk, misschien zelfs met een klap onweer. Vanuit het zuidwesten gaat het vanmiddag wel weer breed opklaren en de temperatuur komt er uiteindelijk uit tussen de 23 graden in het noordwesten en een tropische 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond zijn er ook brede opklaringen, de temperatuur ligt halverwege de avond zo tussen de 24 en 20 graden en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen hebben we opnieuw vrij geregeld zonneschijn. In de loop van de dag ontstaat er in het oosten of zuidoosten lokale enkele de regen of onweersbuien, maar voor de rest is het droog. Het wordt 24 tot 28 graden. De dagen daarna gaat de zon steeds vaker schijnen. Het blijft overal droog en zeker in het binnenland wordt het tropisch warm, 30 tot lokaal wel 33 graden. In de kustprovincies blijft het kwik wat lager, vooral dankzij een wind die uit noordelijke richtingen gaat waaien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.